doe stofzuigen, ik veeg, ik help mee met uitlaten, ik las, doe de wc's, alles. De bedoeling is bypass monteren, nieuwe einddemper, race cut, volledig circuit klaarmaken. Begin maar eens met de diffuser los te halen. Toen Jeffrey hier binnenkwam, toen heb ik hem echt nog moeten laten zien hoe je een werkplaats veegt, bij wijze van spreken, zonder dat alles onder het stof komt. Vanaf het moment dat we wisten dat Jeffrey zijn 18e verjaardag eraan zat te komen en dat de hele situatie voor hem dan, gezien werk, scholing, leerplicht, dagbesteding, al die dingen zouden gaan veranderen, ben ik met de gemeente Pedermaas in gesprek gegaan en hebben we gekeken wat de mogelijkheden waren om Jeffrey binnen Guerrilla te kunnen laten functioneren en te kunnen laten groeien. Ik moet zeggen dat de gemeente daarin erg veel hulp en ondersteuning heeft geboden in dat hele proces. Ik kan hier doen en laten wat ik wil. Er zijn ook wel grenzen. Ja, de grappen die we maken, de dingen die we zeggen tegen elkaar. Hier is een demper. Wat bij Jeffrey een uitdaging is, is dat hij, ondanks dat hij heel intelligent is, moeite heeft met het verwerken van bepaalde processen. Waardoor je er geen pijl op kan trekken of iets voor hem makkelijk binnenkomt of niet. En een hele ingewikkelde technische opdracht, die kan hij zomaar binnen 2 keer perfect uitvoeren. Terwijl dat iets heel bazaals als even je gereedschap opruimen nadat je klaar bent, dat gaat mis of dat raakt hij kwijt of dat vergeet hij. Goed bezig. Dank je. Jeffrey blijft zich op de meest verbazingwekkende manier ontwikkelen, waar het bij wijze van spreken nog steeds een puntje is om gewoon 's ochtends op tijd te komen, zijn we afgelopen maand met een lascursus begonnen. En de tweede las die hij legde was al zo ongekend goed. Die was beter dan mijn lassen na een half jaar oefenen. We hebben daar denk ik echt een talent van hem gevonden. Mijn ultieme doel is om een Guerrilla Bypass zelfstandig te monteren onder een auto. Ik realiseer me terdege dat Jeffrey niet op alle vlakken waar ik het zou willen zal kunnen uitblinken. Maar dat Jeffrey enorm nog kan groeien op de vlakken die hem interesseren. En ik ben vooral ook met de jobcoach nu bezig om de talenten van Jeffrey nog meer bloot te leggen en hem daarin zich zoveel mogelijk te laten ontwikkelen.